Plenty in Rijnland, daar is bij kort en krachtig de titel van Robin is Art. Robin heeft onderzoek gedaan naar gastvrijheidsconcepten en roomservices in Rijnland ziekenhuis in Leiden-Dorp. De healing environment, zoals dat beschreven staat in het uit Amerika overgewaaide Plenty concept, stond daarin centraal. Dat onderzoek heeft veel tijd gekost, ruim 2 jaar, maar dat komt doordat Robin behoorlijk met zijn gezondheid heeft geworsteld. Dit heeft hem zodanig apart gespeeld dat hij vaak niets heeft kunnen doen of maar ten dele aan zijn afstuderen toekwam. Door toch door te zetten en het maken van goede afspraken met zijn begripvolle begeleider, mentor in het bedrijf, in het Rijnland Ziekenhuis en zijn begeleiders vanuit school, is het hem toch gelukt om naar een bevredigend slot toe te werken. Met nog wat inspanning had zijn scriptiecijfer eigenlijk hoger kunnen uitvallen dan nu het geval is, maar door zijn uitstekende eindgesprek heeft hij toch met een vol punt op weten te krikken naar een 7,5. Dat is echt een hele mooie prestatie. Tijdens zijn presentatie kondigde Robin vooraf aan dat hij door zijn lichamelijke conditie wellicht wat moeilijker uit zijn woorden zou komen. Maar niets bleek minder waar. En tijdens de verdediging liet hij ook zien ver boven de stof te staan en een goed overzicht te hebben waaraan patiënten in ziekenhuizen behoefte hebben en welke rol FM daarbij kan spelen. Het lid van het college van toezicht, zelf als adviseur vaak werkzaam voor ziekenhuizen, was behoorlijk onder de indruk. Dus dat zegt nog wat. Misschien heeft Robin dit inzicht ook verkregen door zijn slechte ervaring rond het onderzoek naar zijn eigen gezondheidsklachten, waarbij hij vaak het gevoel heeft gekregen niet serieus genomen te worden en dat er nog wel eens vergissingen werden begaan waar je als patiënt nog onzekerder van wordt. Hopelijk gloort er qua gezondheid voor Robin binnenkort een beter vooruitzicht, want het leven moet eigenlijk nog beginnen. En dan is het wel zaak dat je gas kan geven. Beste Robin, we wensen je een healing environment toe. En wellicht kun je in die sector zelfs een baan vinden als inhoudelijk specialist en ervaringsdeskundige. Succes!